Dit is Papa Alfa 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes, nummer 1136, met een uitzending voor vandaag, 16 november 2017. Dit is het bulletin van donderdag. Het is een wat langere uitzending. Aan het einde zit ook nog een kort deel over propagatie. En dat op een dag dat ik niet goed bestemd ben. Een ezel in het algemeen stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen. Nou, niet lachen. Gisteren had ik dus een probleem doordat de batterijen op waren van mijn opnameapparaat. Ik heb dat kunnen oplossen door een gedeelte weg te laten en een gedeelte opnieuw op te nemen. Maar dat heb ik met een andere recorder gedaan. Dus ik had vandaag een extra lange aflevering ingelezen waar ik erg mijn best op gedaan had. Gelukkig ben ik vroeg. Maar je raadt het al, ik was vergeten die batterijen te vervangen. Dus er stond precies 9 seconden in de opname. Oh. Nou goed, dan gaan we dus overnieuw. Gisteren was onbedoeld eigenlijk al de 0e aflevering van de serie over spionageapparatuur. Vandaag in deel 1 de inleiding tot deze serie. De serie sluit naadloos aan bij de serie over U-boten, waar ik waarschijnlijk later nog mee verder ga. Zo goed als zeker ga ik me bij de serie over spionage-elektronica concentreren op 3 verschillende terreinen. De eerste categorie, de privédetectors. De tweede categorie is die van de inlichtingendiensten. En de derde, die van bedrijfsspionage. Die laatste heeft veel raakvlakken met het werk van de privédetectors. Ik maak verder meestal geen onderscheid tussen militaire en niet-militaire inlichtingendiensten. Het gaat tenslotte over de elektronica. Bij de inlichtingendiensten zal het vaker dan bij de 2 andere categorieën gaan over de situatie in het verleden en de spionagediensten in voormalig Oost-Europa, met name de Stasi in Oost-Duitsland, omdat over de werkwijze en de gebruikte middelen van die diensten het meest bekend is. De eerste categorie is die van de privédetectors. Gek is dat deze mensen in het Nederlands een Engelse naam hebben, maar dat woord in de Engelse taal niet erg vaak gebruikt wordt. Daar wordt private investigator gezegd, of in de VS PI. Ze worden soms ook aangeduid met private eye of inquiry agent. Alternatieve namen in het Nederlands zijn particuliere rechercheur of particuliere onderzoeker. Bij Wikipedia staat dat het iemand is die gegevens vergaart en analyseert, veelal ten behoeve van het voorkomen van een onrechtmatige daad of een misdrijf. De praktijk is echter dat het vrij vaak gaat om zaken rond echtscheidingen en het bewijs vergaren voor vermoedens van een buitenechtelijke relatie. Detectives worden daarnaast ingezet voor het opsporen van vermiste personen, vaak in gevallen waarin de politie vermoedt dat iemand vrijwillig zoek is of het politieonderzoek niets oplevert. Soms ook worden detectivebureaus ingezet voor antecedentenonderzoek bij sollicitaties en ze spelen soms een prominente rol in tv-programma's die misdaden proberen op te lossen. Veel van het werk bestaat de laatste jaren in toenemende mate uit werk voor verzekeringsbedrijven. Het gaat dan vaak om het vermoeden van een onterechte claim. Privédetectives zijn redelijk vaak ex-politiemensen, al dan niet vanwege pensionering uitgetreden bij het korps. Het werk van privédetectives is tegenwoordig geregeld in de wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Voor het werk als privédetective is het verplicht om een vergunning te hebben hiervoor van de minister van Justitie. Spionage is een enigszins beladen term. Bij spionage denk je ook vaak over spionageromans. Meestal wordt gesproken over inlichtingen. Met inlichtingendiensten wordt gewoonlijk de organisaties aangeduid die de meeste landen hebben. Organisaties waarvan veel geheim moet blijven, die tegenwoordig niet te min vaak wel aan PR doen. En organisaties ook die zich niet noodzakelijkerwijs aan de wetten en regels houden die in het land waarin ze werken gelden. Dat laatste levert risico's op. Spionnen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd, maar de diensten hebben in zo'n geval wel een troef in handen. Ze zijn nu zelf weliswaar betrapt. Ze weten echter dat vrijwel ieder land wel aan dit soort wetsovertredingen doet. En een land dat een ander land beschuldigt, moet wel oppassen dat de bal niet teruggekaatst wordt, waardoor er een diplomatieke rel zou kunnen ontstaan. Vaak is de beschuldigende kant zelf ook wel eens betrapt op het zich niet aan wet en regelgeving houden. En soms houd je dat maar liever stil, terwijl je weet dat de andere kant dat ook weet. Bij privédetectives zou je verwachten dat ze zich aan de regels houden, wat overigens niet altijd het geval is. Wel kunnen de bureaus en bureautjes meer dan wat de politie kan. De politie moet verantwoording afleggen, is het niet aan de burger dan wel aan de politiek of aan accountancy. En de detectivebureaus hebben heel veel minder van dat soort strings attached. Vandaar dat ze puur en alleen om die reden ook wel eens worden ingeschakeld in plaats van de politie. Bij zowel de inlichtingendiensten van landen als bij bedrijfsspionage bevindt zich dat werk veel meer dan bij de privédetectives in de schaduwzone. Dat heeft ook heel duidelijke consequenties voor de gebruikte elektronica. Het inlichtingenvergaren door inlichtingendiensten gebeurt echter ook het liefst legaal, mede omdat dat zonder risico's is voor de medewerkers en ook voor de politiek, waar zo'n organisatie als Schuurt dat wel eens toch ondergeschikt aan is. Het werk van inlichtingendiensten is, zoals ik eerder al aankaarte, wel eens saai.
soorten van inlichtingen zijn bijvoorbeeld het vergaren van inlichtingen uit openbare bronnen, bijvoorbeeld kranten, boeken, internet. Veel zaken zijn gewoon beschikbaar. Daarnaast heb je human intelligence, dat kan zijn door spionnen, dus bijvoorbeeld door afluisteren, maar veel vaker wordt gewoon aan mensen iets gevraagd. Of wordt iemand die vermoedelijk bepaalde informatie heeft, als dat kan omdat hij bijvoorbeeld gevangen zit of ergens van verdacht wordt, door inlichtingen mensen of politie verhoord. Een andere categorie is het vergaren van informatie uit elektronische signalen. Dat is waar de veel bediscussieerde Nederlandse wet over gaat, waar de komende tijd vermoedelijk nog veel over te doen zal zijn. Aan die wet zal ik verder geen aandacht besteden. Weer een andere categorie is inlichtingen vergaren uit beeldmateriaal. Daarbij gaat het gewoonlijk over luchtfoto's en satellietbeelden. Verder wordt er ook veelvuldig gesteund op inlichtingen van verwante diensten in het buitenland. Dat kan zijn met diensten uit vriendschappelijke landen, maar zelfs met diensten van de zogenaamde tegenstander, bijvoorbeeld in de vorm van ruil van gegevens. Het belang is dan aan beide kanten om betrouwbare gegevens te leveren, zodat men de volgende keer zelf ook weer betrouwbare gegevens krijgt. Maar hier schuilt wel een risico van manipulatie. Daarnaast zijn er onder andere nog categorieën van het verzamelen van medische gegevens, van financiële gegevens, van reisgegevens en een intussen niet meer zo kleine categorie van het winnen van informatie uit sociale media. Deze serie zal zich echter, nadat vandaag dit kader is geschetst, voor het overgrote deel zich concentreren op elektronica en met name communicatie-elektronica, zoals die bij dit soort activiteiten worden gebruikt. Bij het propagatieonderwerp zijn we nog steeds bij de maximaal en minimaal bruikbare frequenties en de veelgebruikte afkorting MUF. De D-laag zorgt met name voor absorptie van radiogolven en deze absorptie neemt heel snel toe met het verlagen van de gebruikte frequentie over een bepaald traject. De D-laag stelt als het ware een ondergrens aan de frequentie die nog kan worden gebruikt voor communicatie via de hogere lagen van de ionosfeer. Deze grensfrequentie, waaronder het dus niet meer werkt, wordt ook wel de absorptiegrensfrequentie genoemd, of volgens de Engelstalige afkorting ALF. De ALF is alleen van belang voor trajecten die geheel of gedeeltelijk via gebieden gaan waar het licht is. 'S Nachts verdwijnt, zoals eerder gezegd, de D-laag voorkomen en dan valt ook de ALF dus terug naar nul, waarmee lage frequenties die overdag niet bruikbaar zijn ineens wel gewoon werken. In het volgende deel gaan we in op hopafstanden, ook wel skipafstanden genoemd. Het propagatieonderwerp. Vorige keer ging het over de absorptie en de variaties daarin en over de ALF, de Absorption Limiting Frequency, die overdag de ondergrens bepaalt van de frequenties waarop nog via de ionosfeer kan worden gecommuniceerd. De hoplengte, er wordt in de volksmond ook wel over skip gesproken, is de afstand over de grond dat een radiosignaal heeft afgelegd nadat het eenmaal door de ionosfeer is teruggebogen naar de aarde. De maximale afstand wordt daarbij bepaald door de hoogte waarop het signaal wordt teruggekaatst. Een tweede factor daarbij is de kromming van de aarde. Bij E- en F-laagreflectie gaat het dus om reflecties van respectievelijk 100 en 300 kilometer hoog. De maximale hopafstand is daarbij 1800 kilometer voor de E-laag en 3200 kilometer voor de F-laag. Bij die afstanden is een elevatie van de antenne van ongeveer 4 graden boven de horizon optimaal. Grotere afstanden dan deze 1800 en 3200 kilometer vereisen dus dat het signaal meerdere malen tussen aarde en ionosfeer heen en weer gereflecteerd wordt. Bijvoorbeeld voor een afstand van 6100 kilometer moet je via de E-laag 4 maal een sprong naar de ionosfeer maken, terwijl bij de F-laag dat 2 maal is. Wanneer een antenne relatief steil omhoog straalt dan die gewenste 4 graden, dergelijke antennes worden vaak gebruikt voor binnenlandse verbindingen op 80 en op 40 meter, dan is een groter aantal hops nodig om diezelfde grote afstand te overbruggen. Uiteraard treden bij meer hops ook meer verliezen op en daarom zijn dergelijke antennes dus ook minder geschikt voor grotere afstanden. Goed, met de propagatie ging het gisteren over de skipafstand en dat je via de E-laag maximaal 1800 kilometer of een veelvoud daarvan kunt reflecteren. Of hoppen. En dat bij de F-laag dat maximaal 3200 kilometer is. Hè. Dus de E-laag 1800, de F-laag 3200 of veelvouden van het getal. Bij een bepaald traject kan een signaal overigens ook, dat hoeft niet recht te gaan hè, met al die hops. Eén hop die kan rechtuit gaan, de andere die kan iets scheef gaan. En een signaal kan ook op verschillende manieren en langs verschillende wegen de antenne gebruiken. De manier die je dan het minste aantal hops maakt, dat wordt de eerste graadsmodus genoemd. De manier die één reflectie tegen de ionosfeer meer nodig heeft, dat is dan de tweede modus, et cetera. Ja, bijvoorbeeld bij een afstand van 5000 kilometer kan een station bereikt worden met 2 maal een sprong naar de F-laag in de ionosfeer en terug. Het signaal kan tegelijkertijd via een omweg dus ook lukken met 3 sprongen over die afstand. De signalen komen in zo'n geval dus soms ook via 2 paden tegelijk binnen.
Het lange pad en het korte pad wordt dan ook wel gezegd. Hè? Omdat het ene pad dus langer is dan het andere, dan zit er ook een tijdsverschil in. Want het signaal doet er dan net wat langer over. En dan kan er dus een echo op het geluid zitten. Dat echo is dan een tijdsverschil tussen het eerste signaal dat aankomt via de kortste weg en het signaal dat een wat omweg genomen heeft via een wat langer traject. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.